Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag. Kijken we naar de COVID-19-dashboard, merken wij dat we ons momenteel bevinden in code rood. In het afgelopen etmaal zijn van de 1582 swaps die zijn afgenomen, 665 besmettingen geregistreerd, wat ons brengt op 42% van het aantal geteste personen. Twee personen hebben het leven gelaten en dat doet het cijfer stijgen naar 1195 mensen die het leven gelaten hebben aan COVID vanaf de pandemie zijn intrede deed. Heel goed te vermelden dat er geen patiënten op de intensive care afdelingen onder behandeling zijn, maar wel een toename aan het aantal ziekenhuisopnames. Dat staat momenteel op 25. 8 personen die zijn volledig gevaccineerd en 5 gedeeltelijk. De meeste gevallen bevinden zich in Paramaribo. Met een blik op de vaccinatiedashboard laat merken dat vanaf we in de vijfde golf zijn beland, er weer een toename is van het aantal mensen die zich laten vaccineren. Kan zijn hun eerste of tweede prik, maar vooral veel mensen die zich haasten met de boostershot. 262.301 personen zijn met minimaal 1 dosis gevaccineerd. Dat is slechts 43,63% van de totale populatie en 54,46% van de doelgroeppopulatie, dus de 12-plussers. Bij de gedeeltelijke gevaccineerden zien wij dat er 32.749 prikken zijn gegeven. Dat is 5,45% van de totale populatie en 6,80% van de doelgroeppopulatie. Bij volledige gevaccineerden zijn er 229.552 prikken gegeven, wat ons brengt op 38,18% van de totale populatie en 47,66% van de doelgroeppopulatie. 26.000 boostershots zijn toegediend en dat is 4,32% van de totale populatie en 5,40% van de doelgroeppopulatie. Tot heden zijn er 517.853 prikken gezet. De arts Dr. Fern Nahu zit op de afdeling epidemiologie van het BOG, ook belast met contacttracing en de coördinator van het BOG, swapstation, geeft aan in gesprek met het COVID-19-journaal dat wanneer mensen thuis een zelftest doen en positief zijn, men zich niet komt aanmelden bij het BOG om dat te bevestigen. Zulke mensen kunnen niet gecontroleerd worden als ze inderdaad in isolatie gaan. Mensen die bij het BOG geswapt worden en positief getest zijn, krijgen van de deskundigen de nodige adviezen mee. Dus wanneer iemand positief is getest, dan wordt het advies gegeven vanuit Swap Unit om contact te maken met de huisarts. En die gaat dus uiteindelijk dan de monitoring doen. Maar natuurlijk moeten ze kijken als de huisarts gaat helpen. Want soms hebben ze ook zoveel mensen, dan kunnen ze de druk niet aan. Dan checken ze met 178, als 178 artsen beschikbaar heeft die de monitoring kunnen helpen doen. En natuurlijk, als ze werkelijk thuis blijven, dat weten we niet. Maar de arts kan niet dagelijks langs gaan bij alle patiënten om te checken wat er daarna gebeurt. We hebben gezien, of ik heb vernomen van bepaalde bronnen, mensen die we hebben geholpen bij het swappen. En ik heb begrepen dat er mensen zijn die zelftesten doen en die positief zijn met de zelftest, maar dus niet komen aanmelden bij een van de swap units om te registreren en opnieuw te swappen om het te bevestigen. Dus die mensen die niet komen, die weten we niet. Die kunnen we niet opsporen. Het is gewoon een oproep doen dat ze gewoon komen om het te bevestigen en zich komen aanmelden. Wanneer iemand positief getest is, dient zo'n persoon in isolatie te gaan. Dat zijn altijd de adviezen geweest van de instanties. Maar doe jij nou zo'n zelftest en BOG niet op de hoogte is van jouw resultaat, is het moeilijk de aantallen te controleren. Infectioloog Dr. Vrieden vraagt dat men zijn of haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt na de zelftest gedaan te hebben. In principe weet iedereen wat je moet doen als je positief bent. Je moet je isoleren. Niet de straat op gaan en je apart gescheiden houden van je huisgenoten. Dus op zich is dat prima. Het enige is dat als het BOG het niet weet of de huisarts het niet weet, dan worden die mensen niet geteld bij de aantallen. Dus de aantallen, we hebben 820 hadden we er gisteren geloof ik. Nou, daar zou je eigenlijk de mensen die thuis een sneltest hebben gedaan en het niet gemeld hebben, die zou je daarbij moeten tellen. We hebben dus nu minder zicht op het aantal werkelijke infecties per dag. Dat is
niet per se erg, als die mensen maar zich houden aan de isolatieregels, dus ook weer je maatschappelijke verantwoordelijkheid, want als je dat niet doet, dan draag je bij aan de verspreiding en eigenlijk heb je daar op den duur jezelf mee, want als er een lockdown moet komen, vanwege dat we boven de 1000 gevallen zijn per dag zitten, dan heb je daar zelf ook aan bijgedragen. Dus ik denk dat we moeten vooral inzetten op de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Mensen moeten weten dat we zijn er met z'n allen in en we moeten met z'n allen ervoor zorgen dat we zo normaal mogelijk door kunnen blijven leven. Dus als je je moet isoleren, dan moet je je isoleren. Als je per se naar buiten moet, draag dan een heel goed mondmasker, desinfecteer je handen en blijf zo ver mogelijk weg van andere mensen. Dus dat zijn dingen die mensen gewoon moeten accepteren, omdat je anders de hele maatschappij door je asociale gedrag in de problemen brengt. Ook aan dokter Nanu wordt de vraag gesteld hoe betrouwbaar de zelftest is. Want na de feestdagen is gebleken dat heel wat mensen zichzelf hebben getest op het coronavirus met zo'n sneltest. Hoe betrouwbaar die sneltest is? Nou, die sneltest, die zelftest, als het positief is, is het hoogstwaarschijnlijk wel positief. Want dat betekent dat je meestal swabben ze niet diep genoeg. Ja? En als je erg besmettelijk bent, kan het dat wel oppakken. Je kan het wel opvangen. Maar als je niet zo besmettelijk bent, nog in een bepaalde fase, en dan moet je best wel een goede swab nemen. Dus een scale swab in combinatie met een neusswab. Dat is volgens WHO protocollen. En je moet helemaal naar achteren gaan. We noemen dat gebied de nasofarings. En daar moet je een sample van afnemen, want daar is het virus het meest geconcentreerd. En dat doe je niet met een zelftest. Niemand gaat zo diep en zo ver om een betrouwbare swab te nemen als je het zelf doet. Daar heb je iemand nodig die er weet van heeft om het voor je te doen. En als het positief is, net wat ik al zei, we weten het niet, tenzij de mensen zich aanmelden. Laat je dus liever testen door de deskundigen bij de verschillende swab units. Want zoals dokter Nanhu dat zegt, is het niet altijd betrouwbaar zo'n zelftest. Bovendien, het swabben is geheel gratis. Dus laat je testen bij elk symptoom. Dr. Nanhu weerspreekt het bericht dat onlangs verschenen is alsof biologie door de swabtesten heen was. Hij geeft aan dat vanwege de drukte zij genoodzaakt waren de deuren voor enkele ogenblikken te sluiten. Kan het biologie de dagelijkse drukte wel aan? Maandag waren we niet door onze voorraad heen. Nee, ik zag een foutje in een berichtgeving. De deuren waren even gesloten. Voor één moment maar, alleen omdat er te veel mensen binnen waren. Dus wilden we die groep even eerst afwerken en dan de volgende groep binnen laten. Anders krijg je te veel clustering met weer verhoogde kans op besmettingen. Dus we doen het gedoseerd. Als we de druk aankunnen, dat gaan we straks zien. Het is best wel zwaar, maar tot nu toe lukt het wel. We hebben meer manschappen aangetrokken om ons te helpen per tijdseenheid om te swabben en de resultaten te produceren. En een beetje een bottleneck is ook invoeren. Want het is best wel wat informatie die je in de database moet invoeren. En dat kan een beetje tijd in beslag nemen. Maar daar hebben we ook wat aanpassingen aangebracht. We hebben meer laptops ter beschikking gesteld om te kunnen invoeren op de swab unit. Mocht iemand die de zelftest thuis doet en ben je positief, ga toch naar een van de swabposten om het te bevestigen. Laat je swabben door het deskundig personeel zodat je ook geregistreerd wordt. Anders weten wij niet wie besmet is. Aldus dokter Fern Nanhu. Wat ik wil aangeven is, mensen die zelf testen doen, als je ziet dat je positief bent, kom naar een van de swab units. Het hoeft niet per se BOG te zijn of Trop Clinic, ook naar de RGD's. En ga even bevestigen dat het werkelijk positief is en je aanmelden dat je ook geregistreerd wordt. Anders missen we al die positieve. En dan, als je niet de juiste informatie krijgt, dan ga je zomaar op straat. Stel voor, het wordt ook erger. De ziekte van je en je wordt kortademig en je moet opgenomen worden, dan vertraag je het proces doordat je opnieuw getest moet worden en dan ga je langer moeten wachten voordat je resultaat binnen is, voordat je wordt opgenomen en behandeld zoals het hoort. Dus daarom is het noodzakelijk dat je aanmeldt als je jezelf positief test, zodat je al in het systeem bent en zodat de logistiek sneller verloopt als er iets met je gebeurt. En Mohana-regels, dat is natuurlijk je eerste defense. En als toch op een vreemde manier je toch mogelijk besmet zou kunnen raken, heb je een vaccin.
waardoor je dus niet doodziek hoeft te worden, ervan of gehospitaliseerd hoeft te worden. Dus dat zijn dus de drie dingen die ik jullie wil meegeven. Het ministerie van Volksgezondheid heeft kennis genomen van een bericht in de Times of Suriname op 6 januari 2022, waarbij aangegeven is dat een derde deel van de zuurstofconcentrators welke werden ingezet in de vierde COVID-19-golf bij zuurstofbehoeftigen spoorloos zouden zijn. Het ministerie distantieert zich van deze ongefundeerde bewering en betreurt het dat genoemde dagblad zonder toepassing van het hoor- en wederhoorprincipe deze onverantwoordelijke publicatie lanceert. De zuurstofconcentrators zijn keurig opgeslagen en zijn onder controle. In de afgelopen periode hebben de beheerders van de zuurstofconcentrators een track-and-trace-app ontwikkeld om het beheer en distributie te monitoren. De samenleving mag erop rekenen dat de zuurstofconcentrators beschikbaar zijn indien die ingezet moeten worden bij zuurstofbehoeftige patiënten. Met deze berichtgeving wordt er onnodig paniek gezaaid in de samenleving, terwijl bij delen van de samenleving er iets angstgevoelens aanwezig zijn vanwege de explosieve stijging van COVID-19-gevallen in de vijfde golf. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft na intensief overleg met het ministerie van Volksgezondheid het besluit genomen om de scholen normaal op te starten op vrijdag 7 januari 2022. Het is in de afgelopen periode op de scholen goed gegaan, dus laten wij het zo houden. Bij ziekteverschijnselen is het advies aan de leerkrachten en de leerlingen om in plaats van de school de arts te bezoeken. De leiding van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur benadrukt dat er geen verslapping mag optreden. Wij zijn allen verantwoordelijk voor de gezondheid van onszelf en onze medemens. Ken je verantwoordelijkheid. Ben je positief getest, hou je aan de isolatieregels. Ga niet onnodig de straat op. Laat je testen bij elk symptoom en laat je vaccineren. Dat zijn de adviezen die infectioloog Dr. Vreeden meegeeft. Nou, ik wil de mensen nogmaals oproepen om vooral hun eigen verantwoordelijkheid te nemen in deze. Dat men in ieder geval ervoor zorgt om de Mohana-maatregelen in acht te nemen. Om indien men verschijnselen heeft, het zij naar een testpunt te gaan, het zij een sneltest te doen. Als die sneltest negatief is en je hebt toch wel echte verschijnselen, dan denk ik dat je absoluut je moet laten testen bij het BOG of een of andere RGD-post of KKF. En we moeten de isolatie serieus nemen. De mensen moeten dus niet de straat op gaan, niet zich in menigten mengen als zij positief zijn. En ga je in godsnaam vaccineren. Dat is alles wat ik eigenlijk te adviseren heb. Ga je in godsnaam vaccineren. Aldus Dr. Vreeden. En met deze sterke boodschap van de infectioloog zijn we aan het eind gekomen van dit journaal. Ik wil u een goed, veilig en gezond weekend toewensen en u ook verwijzen naar de social media kanalen van het ministerie van Volksgezondheid om zo te weten te komen waar u zich kan laten testen indien nodig, maar ook de vaccinatielocaties zijn te vinden op de kanalen. Een goed weekend voor u.